Donderdag was het Nationale Gedichtendag. De dag begon met een dichtersontbijt in de Harmonie in Leeuwarden. Later op de ochtend deelde Tresor dichtbundels uit in de trein van Mantrum naar Sneek. Ik wil even het aandacht brengen voor het volgende. Het is Jood Nationale Gedichtendag. De actie moet het reizend publiek kennis laten maken met Friese gedichten. Die staan overigens in het boekje ook in het Nederlands en in het Engels afgedrukt. Onze treinverslaggever Gerben de Vries was erbij. Zo, maak je dit boek om bieren? Alsjeblieft. Mevrouw Ekien? Alsjeblieft. Goedemorgen. U bent de tweede vandaag die wij zien met een stapel boeken die uitgedeeld worden in de trein. Ja. Nou, het is het Nationale Gedichtendag. En in Friesland willen we graag omdenken aan een Friestalig gedicht. Dus we hebben een dichter in de trein. En die dichter die is gewend om te reizen. Maar hij krijgt op dit traject. En het mooie is dat hij een heel mooi gedichtskreun had. Hoe dit stikje aanst een mandgem en zo wat het zelf aanst wil verdragen. Dit is een boek dat is makke in 2004. En het is een verzameling van al je Friese dichters. En het boek is, de gedichten staan er in drie talen in. Ik in het Engels, Fries en het Nederlands. Het is gewoon een samenleving van Friese dichters rond het thema geen grenzen. Is het een nationale actie? Ja, het is alle dagen, de laatste tongensdag in januari. En in Ljouwt hebben ze nu op dit moment het dichtersontbijt. En wij hadden dit als extra actie om een stukje met de trein te reizen, omdat het mooi bij het thema past, de grenzen voorbij. En hoe kom je bij zo'n thema? Dat is het nationale thema, de grenzen voorbij. En omdat deze dichtbundel er al weer, geen grenzen, de reis, over het reizen, vonden wij dat heel toepasselijk om ook een dichter uit deze bundel te vragen om een gedicht voor te lezen. Krijgt op deze dag en krijgt ook in het duister leven te integreren, zeg maar. Ik bedoel, de dichter is al wend om in deze trein te zitten. Het is in die zin, past het erbij. Mondgen zat trouw hettig op die zwinkelt deze trein naar Snits, vol loeden van die eigen vreemde taal. Rijn breekt sporen op het ruut, Mondgem, zei de stem uit Gotjes. Dit is mijn halte, je laat de achterkant van mijn gezicht. Dit is wat ik wijzen wil, kei, waar de kont in de wien. Hier is het zwijgen, hier is het spreken zonder wat te sissen. Heid, mem, Friesland, zwart majeste en witte, werd er al eens heen gegeet. Ja, dan horen we het al. Het volgende station is Mantrum. Beter hadden we niet kunnen plannen. Hoe ben je of zo bij dit gedicht komen? Nou, ik al decennia lang reis ik tussen Snits en Grijns, want ik werk in Grijns. En dan maak je wat dwalen in de trein. Ik een boek lezen en je zit een boeten. En nou ja, omdat ik wat gedichten schrijf, is het een heel van de hand lezend onderwerp natuurlijk, dat ik die reis als onderwerp nemen. Het boek vindt gretig aftrek in de trein. Wordt er nou op meer plaatsen in Nederland deze ludieke actie gehouden vandaag? Ja, dat is wel aardig om te vertellen. We hebben een Friese dichter, dat is Tjerbe Hettinga. En die treedt nou Jood op als nationale dichter in Utrecht. En ja, toevallig of net, maar ik in een trein en maar dan in Utrecht. En hoe ben je nou aan dichter Laverman komen? Nou, dichter Laverman is vregen door de redactie van dit boek om een bijdrage te leveren. En ja, hij past perfect in het thema, omdat hij dus een soort reizigt. En wat ik zelf verteld heb, hij schreeuwt een soort gedicht in het trein. Want hij reizigt altijd tussen Snits en Grijns. Nou ja, dan heeft hij gast een oer onderwijs. Nou ja, oer onderwijs heen en weer, 2 uur en duis. Dus dan heb ik blijkbaar de tijd en de rust. En ik de, ja, een heleboel dingen komen blijkbaar bij hem op om daarover te schreeuwen. Nou, in de trein willen we wel mijn meeste gedichten schrijven, ja. Ja. Dus dan heb ik het aan tijd. Ja. En zit er nog meer aan deze actie Festiwood? Er zijn roen om in Friesland activiteiten, maar dat we dan weer de bibliotheken en zo regelen, net reus. Wij hadden dit even als actie Maas betiet erbij wezen.